Mijn naam is Lies Groothuis en ik maak knipmutsen, Twentse knipmutsen. Bij de mutsen aan de voorkant gaan ze van die mutsenbellen hier. De Twentse klederdracht vind ik wel erg sober. Er waren andere streken die hadden wat meer kleuren in de kleding ook zitten. En hier in Twente niet, was ze allemaal zwart. Alleen de knipmuts was wit. Knippers kwamen uit die tijd rond 1800 ongeveer. In de stad droegen ze eigenlijk geen knipmutsen. Meest was het de boerenbevolking die knipmutsen droeg. Er waren knipmutsen voor speciale gelegenheden. Er was bijvoorbeeld bij een gewone normale knipmuts met kant en alles. Er was voor zon- en feestdagen en had je, als de mensen in de rouw waren, had je een rouwmuts. Die was dan wat eenvoudiger, dus er zat geen kant aan. Er was alleen maar van neteldoek was dat gemaakt. Ja, ik heb hier nog een andere muts bij me. En dat is een plooimutsje. Die hadden ze dan vaak op de dienstbodes, die hadden die op. En dan ging of de boerendames die gingen naar de markt en dan hadden ze ook zo'n mutsje op. Dat was dus wat simpeler. En die was niet zo duur. Er was meer goedkopere stof dat erin verwerkt zat. Een van die zwarte mutsjes hadden ze dan overdag op. Dan hadden ze, natuurlijk meerdere van. En dan als ze die knipmuts opzetten, dan kwam dat mutsje eronder en zat de gader helemaal onder verwerkt. Nou, de mutsen waren wel erg kostbaar. Hoe rijker de boer eigenlijk was, hoe breder zo'n achterkant van de muts was. Als je een dure muts had, die was de achterkant, die kostte dan minstens 100 gulden per L. En een L is 68 centimeter. Dus dat was dan echt duur. En je had wel 2 L, had je 2,5 L had je nodig voor een knipmuts. Dus dat was een hele uitgave al. Dus hoe meer kant af erin verwerkt zat, hoe duurder de muts. Dan had je Rijsselse kant en Brusselse kant. Dus dat waren dus de echte kanten. En hoe breder, hoe mooier. Daar spreken we vandaag over. Wie breed heeft, die lukt breed hangen. Geneen muts is hetzelfde. Er zijn allemaal verschillende modelletjes in. In bepaalde plaatsen waren de knipmutsen allemaal wit. Maar dan zat er aan de achterkant zat er een blauw randje in. Blauw, blauw, groen. En daar zat weer stiptulen overheen. En dat was ook wel per plaats was dat ook weer verschillend. En soms lag het ook aan het geloof. De katholieken hadden meer plat de mutsen van voren en de andersdenkenden hadden hem omhoog. De muts, als die schoongemaakt werd, dan moest die helemaal uit elkaar. Dan werd die gewassen en dan gesteven en gedroogd. En dan werd hij nog eens een keer in de stijfsel gehad. Dat was rauwe stijfsel. En dan werd hij gestreken en dan werd hij ook stijf. De basis van de muts was eigenlijk aan zo'n 6 tot 8 delen. Dus had je tulle onder de kant, de stiptulle en de blauwe of witte tulle plus mutsje en de voorkant. Dat wordt er opgerold. Dan heb je niet zo'n lange sliert in de weg hangen. Dit kun je er dus afhalen. En dan wordt het boven een keer te kokend water gestoomd. Dat het helemaal een beetje vochtig wordt en dan snel gedroogd. En dan blijven de plooitjes erin zitten, zoals deze. Dit is het mutsje. En dan, hier zat voor een zwarte band aan. Omdat mutsje, het ondermutsje is ook zwart. En dat was altijd iets kleiner dan het mutsje. En dan kwamen die bloemetjes ook mooier uit. En dan werd die achterkant die werd geplooid met een bout, dat hij dan mooi rond zat. Het is gewoon om en om. Mm-hmm.